Dames en heren, hartelijk welkom bij de kick-off van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Van RTV Katwijk en Verhagen Media, een mooie samenwerking. En we gaan vanavond zien welke partijen mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, welke ideeën ze hebben en wie natuurlijk de lijsttrekkers zijn. Deze uitzending maken we niet alleen met RTV Katwijk, maar ook met Verhagen Media. Ja, helemaal. En we gaan er nog veel meer maken. En we gaan, ja, dat is zeker. Dus dat wordt een hele campagne. En iedereen heeft gezegd mee te doen. Dus we gaan alle lijsttrekkers, maar ik denk ook wel een aantal vertegenwoordigers van de politieke partijen zien. En zullen we ze toch maar even doornemen, dan weten mensen wat er komen. Vanavond hebben we de kick-off. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want u kunt dan via een korte presentatie kennis maken met alle lijsttrekkers. En daarna gaan we 15 februari van start. En dan starten we met sociaal domein en zorg. Dan hebben we cultuur en sport. En we doen dat elke keer een week na elkaar. We beginnen om 19:30 en we eindigen rond 21:00. En dan laten we zien de politieke partijen hoe zij over de verschillende onderwerpen denken. Dan hebben we nog 1 maart voor de energietransitie. We hebben 8 maart voor wonen. En dan 12 maart, daar willen we wat groots van maken. Slotdebat. Waar het neerkomt ook op financiën. Want zeker. Dan gaat het erom, wat zijn de beloftes? Wat zijn de verlanglijstjes? En wat gaan onze mensen kiezen? Exact. En na de gemeenteraadsverkiezingen, dan komt er ook nog een avond dat bekend wordt welke zetels er te verdelen zijn, et cetera. Nou, daar komen we nog op terug, want uiteraard gaan we ook daar een uitzending om maken. Absoluut. En wie de lekkerste champagne heeft, daar gaan wij naartoe. Afgesproken. Zo is dat. We gaan van start met de eerste lijsttrekker. En die komt nu staan. En dat is Adger van Helden van het CDA. Welkom in de studio. Goedenavond. Zometeen een pitch van 1 minuut, waarin we even een beeld krijgen van het verkiezingsthema voor het CDA. Maar eerst even, Adger van Helden, wie ben je? Ik ben Adger van Helden, ik ben 33, vader van 3 jonge kinderen in de basisschool en getrouwd met Roseline, een juf op de basisschool. En wij wonen met veel plezier op het randje van Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn. Geen onbekende in de Katwijkse politiek? Dat klopt, ik mocht de afgelopen 4 jaar wethouder zijn, wethouder voor de samenleving en wethouder voor werk en inkomen. Daarin heb ik echt heel erg me ingezet en voordat alle mensen mee kunnen doen. Of je nu een beperking hebt of dat je aan de kant bent komen te staan in de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik de afgelopen jaren mooie resultaten op heb kunnen boeken. En waar we graag als CDA mee door willen gaan. Ja, en wat is eigenlijk wat je... Want we kennen je ook van het vrijwilligerswerk van alle... Je bent een heel drukke baas eigenlijk. Wat wil je dat de mensen nog meer van je weten? Dat ik altijd bij de scouting gezeten heb, bijvoorbeeld. Daar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik weet niet of het een begin is. Er zijn meer mensen in de politiek die op de scouting gezeten hebben. Want daar leer je elkaar te helpen. Al jong krijg je verantwoordelijkheid om jezelf te redden in de natuur. Dus ik ben altijd heel blij geweest dat ik bij de scoutingen zat. Ik was ooit een verlegen jongetje. Soms vind ik het nog steeds spannend als ik bij jullie ben. Ik denk dat ik inmiddels mijn mannetje wel kan staan. Dat denk ik. Nou, weten we eigenlijk wel zeker niet, Mark. Dat denk ik ook. Adger van Helden, lijsttrekker voor het CDA. 1 minuut de tijd om de kijker mee te nemen in het verkiezingsprogramma voor het CDA. Daar is de camera en de tijd gaat nu in. 16 maart mag u weer naar de stembus gaan. En deze verkiezingen die gaan echt wel ergens over. Er is een woningnood. We wonen in een versteende omgeving. En het klimaat, de polarisatie, het is steeds extremer. Mensen maken elkaar bijna uit op zijn katteks voor rotte vis. Het CDA wil daar niet aan meedoen. We gaan het op die manier niet redden met elkaar. We zullen het samen moeten doen. En het CDA wil de verbindende middenpartij zijn. Wil stem geven aan die mensen die zeggen, we moeten samen die problemen oplossen. We moeten samen aan de slag. Onze mouwen opstropen. En dat doen we met een hele groep mensen. Mensen die u kent uit het dorp. Mensen die u kent van het schoolplein, vanuit de winkel of vanuit de kerk misschien. Mensen die hun mouwen willen opstropen. En die samen aan de slag gaan met die vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat er meer woningen komen. Dat we onze gemeente vergroenen. Dat we de druk op de zorg gaan verminderen. Dat we om blijven zien naar onze ouderen. En dat doen we samen met u. Kan ik op u rekenen? Lijsttrekker voor het CDA, Adger van Helden. Dank. En we zien je in de campagne nog terug. Zeker. Succes. Zeker weten. Jij ook succes. Nou, Teuntje, we gaan gelijk door naar de volgende. Het gaat helemaal goed zo. Ja, ik vind het al gezellig. En de volgende is Gerard Mostert van de ChristenUnie. Goedenavond. Welkom, lijsttrekker. En niet alleen lijsttrekker, maar nu ook wethouder. Klopt.
al een tijdje. Vertel even, wie is Gerard Mostert? Ja, ik ben Gerard Mostert. Ik ben 32 jaar. Ik ben getrouwd met Aniek. Wij hebben twee kinderen. Maarten van 3 en Suzanne van 10 maanden. En ik ben opgegroeid in Rijnsburg. Toen ik trouwde, ben ik in de Hoornes in Katwijk gaan wonen. En sinds de zomervakantie woon ik in Valkenburg. En maak deel uit van de leefgemeenschap? Ja, zeker. Kijk, ik heb opgegroeid in Rijnsburg. Daar liggen wel mijn roots. Actief bij de Floren bent geweest. In de kerk ook heel actief geweest. Nu weer in Valkenburg heel actief in de kerk ook. Dus op die manier probeer ik ook in de samenleving mijn steentje bij te dragen. En niet alleen politiek, maar ook gewoon als burger van deze hele mooie gemeente. En een behoorlijke portefeuille. En je zegt net, ja, twee kleine kinderen eigenlijk. Zijn er ook slapeloze nachten? Al is het dan niet alleen van de kinderen? Nou, het is vooral van de kinderen. Nee hoor, nee, ik heb hele lieve kinderen. Tuurlijk zijn er ook best wel zorgen. Ik herinner me nog heel goed dat we een avond hadden over woningbouw. En er kwam een jonge vrouw naar me toe. Die woonde in Katwijk aan Zee. En die was echt best wel boos op de politiek, op gewoon iedereen. Omdat ze gewoon niet aan een woning kon komen. Omdat elke keer als ze een woning zag, die opgekocht werd bijvoorbeeld door beleggers. Ja. Nou, en ik vind het dan echt wel gaaf dat je in deze rol als wethouder ook daar vervolgens stap in kunt zetten. Hè. We hebben vorige week daar bijvoorbeeld het beleid op gemaakt dat beleggers gaan weren. En dat starters dus ook een kans krijgen op de woningmarkt. Ja. Nou, dan horen we over een paar tellen of dat ook het verkiezingsthema is van de ChristenUnie, absoluut, woningbouw. Lijsttrekker Gerard Mostert van de ChristenUnie. Daar is de camera. 1 minuut de tijd om de ChristenUnie te positioneren. De tijd gaat nu in. De komende weken gaat u weer heel veel politiek geweld zien. Mensen die van de zijlijn roepen of allemaal mooie woorden. De ChristenUnie gelooft niet in maakbaarheid. Wij geloven dat God regeert. En dat geeft rust. Tegelijkertijd vinden we als ChristenUnie wel dat we moeten doen wat in ons vermogen ligt. De ChristenUnie is een partij die mensen centraal stelt. Van het prille begin tot het kwetsbare eind. De komende jaren hebben we eigenlijk 3 prioriteiten. En de eerste is: jongeren, gezinnen en ouderen moeten weer betaalbaar kunnen wonen. Dat doen we door betaalbare woningen te bouwen, maar vooral ook door die woningen te behouden in de betaalbare categorie. En de tweede prioriteit is dat we goed willen zorgen voor Gods schepping. Dat betekent meer groen en dat betekent zorgen dat huizen geïsoleerd worden. En als laatste, derde punt is dat we goed willen zorgen voor kwetsbaren. Want goede zorg mag best wat kosten. Ik hoop op uw vertrouwen. Gerard Mostert van de ChristenUnie, dank. En tot snel in de verkiezingscampagne. Graag gedaan. We komen je weer tegen. Zeker. Dankjewel. Goed. Nou, Teuntje, wij gaan snel door naar de volgende. Ja, ja. Dat is misschien nog wel even leuk om te vertellen, maar dat hier de studio van RTV Katwijk, de redactieruimte, op 1,5 meter, dat alle lijsttrekkers even met elkaar aan het praten zijn. Dat is nou, wel leuk dat om is, te dat zien. Dat is een mooie, en dat de kijker ook wel ziet dat we toch zoveel mogelijk, nee, niet zoveel mogelijk, gewoon de RIVM-maatregelen in acht nemen. Dat we zorgen voor ruimte en een beetje rust. Ik begrijp alleen niet waarom wij op meer dan 1,5 meter ja, dat staan. Weet ik ook. Dat was een keuze, maar goed, denk ik. We kruipen wel naar elkaar toe, toch? We gaan naar onze volgende gast en dat is Jacco Knapen van de SGP. Welkom in de studio. Goedenavond. Wie is Jacco Knapen? Ja, ik ben Jacco Knapen en ik ben getrouwd met Judy. En wij hebben 2 dochters. Eentje woont er nog thuis en de andere is inmiddels getrouwd. Dus we hebben ook een schoonzoon erbij. Erg mooie fase ook om dat mee te maken. En we leven ook samen met onze hond Guus. Dus dat maakt het plaatje denk ik even compleet, hè, voor de kijkers. Ik woon nu inmiddels 20 jaar in Katwijk. Ik kom oorspronkelijk vanuit Ridderkerk. En we hebben het hier heel goed naar onze zin, zo aan de kust wonen. En we zijn eigenlijk verknocht geraakt aan Katwijk. Dus we gaan hier voorlopig niet meer weg, denk ik. Dus dat wordt geen burgemeester in Haarlem, denk ik. Toch? Nee, want dan moet je je vrouw ook meekrijgen, zeg ik altijd. Hè? Oh. En we zijn toch wel echt, dat strand, dat is wat. Ja, de samenleving, daar maak je ook voor een groot gedeelte deel van uit. Zeker. Kerkelijk meelevend met onze hervormde gemeente in Katwijk aan Zee. Daar ook jarenlang in de kerkenraad gezeten. Dus betrokken geweest bij het bezoekwerk. Ook heel lang gezongen op een koor. Ik zeg voor het wethouderschap, toen ik daar nog volop tijd voor had. Nu wat minder heb ik echt met veel plezier gezongen bij het mannenkoor Jubilaten.
Prachtig concerten gegeven. En zingen is wel een van de dingen waar ik echt alles in kwijt kan. Dus ik zeg altijd, na één lied zingen, dan kun je heel de wereld weer aan en ben je alles van de afgelopen week vergeten. Dat is wel een hele goede tip, Mark. Die schrijven we op. Ja. Jacco Knapen, 1 minuut de tijd om de SGP te positioneren voor onze kijkers en luisteraars. Take it away, 1 minuut gaat nu in. De SGP die gaat de komende verkiezingscampagne in met het motto hoopvol samenleven. In deze tijd met veel vragen en onzekerheden putten wij kracht uit Gods woord en uit de hoopvolle betekenis van Jezus Christus. Dat is de basis van onze keuzes. Hoopvol samenleven betekent ook samenwerken. Of dat nu betaald werk is of onbetaald werk. Vrijwilligerswerk, daarom steunen we dat ook. Daarom investeren we in bedrijventerreinen en in winkelcentra. En willen we graag dat gezinnen samen kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Maar samen, hoopvol samenleven is ook goed zorgen voor elkaar. De zorg die bij je past, die snel beschikbaar is om erger te voorkomen. En hoopvol samenleven is voor ons ook bouwen aan een dak boven ieders hoofd. Betaalbare woningen voor jong en oud, maar wel gericht op de dorpen met groen en met spelen. Dat kunnen we niet zelf, dat doen we biddend. Daarom stem SGP. Jacco Knapen van de SGP, hartelijk dank en tot snel in de verkiezingscampagne. Graag gedaan. Tot ziens, dankjewel. Nou, Teuntje, we hebben er nog een aantal te gaan. Ja, dat zeker. En het is wel een goede tip, hè, dat zingen. Want we hebben de debatten straks ook nog vanaf 15 februari. En we wilden er al een wat luchtiger programma van maken. Dus wie weet komen we met iets heel... Nou, een suggestie zingend en in dichtvorm. Dat zal een leuk debat worden. Ja, zeg dat. Maar dan moeten we wel goed voorbereiden, want anders wordt het een beetje knullig. Ja. Nee, we doen het goed. En als we dan toch zeggen dat we het goed doen, dan gaan we naar Ralf Boland. Goedenavond. Van D66. Ja, als ik moet gaan zingen, moet ik echt wel even gaan oefenen, denk ik. Ja, maar ze zeggen tegen mij altijd van doe jij het maar niet. Dus beter. Maar we willen je graag horen als het zover is. En vooral nu, wie is Ralf Boland? Ja, ik ben Ralf Boland, getrouwd met Lotte, vader van Luc en Mats. Die zijn 2 en 4, dus dat is wel eens de handen vol. Geboren in Katwijk. Ik heb heel lang ook in Katwijk aan Zee gewoond. Met een goede vriend van me. En tegenwoordig woon ik in Valkenburg. Nou ja, dat is dicht bij huis, toch? Ja, dat is de gemeente, hè? Ja. Wat zijn dingen, wat is iets wat de kijker misschien van jou nog niet weet? Ja, ik kan heel goed poelen, vind ik zelf. Ik ging namelijk altijd met de vriend waarmee ik toen samenwoonde naar de Pocket. Daar heb ik wel wat uurtjes verspild. Dus als iemand nou zin heeft in een potje poel en tegelijkertijd misschien het willen hebben over iets wat ze zouden willen verbeteren in onze gemeente, dan ben ik er altijd voor in. Oké, nou dat is ook wel een goede tip. Dat is een mooie. Ja. En je kan natuurlijk ontspannen met... Maar wat zijn ontspannen met elkaar omgaan en gelijk je verhaal kwijt? Wat zijn echt dingen die je bezighouden? Wat mij echt bezighoudt is, als je net vader bent, toch ook wel een beetje de toekomst van de kinderen. En ik maak me toch wel een beetje zorgen over de klimaatcrisis en waar dat heen gaat. Dus ik hoop dat we op tijd nog het tij kunnen keren en wat kunnen doen aan de verduurzaming. Ja, zeker. Ralf Boland van D66. 1 minuut de tijd om de partij te positioneren in Katwijk. Daar is de camera. De 1 minuut gaat nu in. D66 wil samen bouwen aan een groener en socialer Katwijk. We willen investeren in de energietransitie en in de vergroening. Zo willen we bijvoorbeeld huiseigenaren helpen om hun huis beter te isoleren of duurzaam stroom op te wekken. En we willen dat er minder steen in onze gemeente ligt. In de tuin, maar ook in de straten. We willen ook investeren in maatschappelijke voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan cultuur, de bibliotheek, maar ook de verenigingen, sportclubs en de vrijwilligersorganisaties. En als laatste moeten we echt investeren in de schoolgebouwen van onze gemeente, want die zijn hopeloos verouderd. Dat is niet goed voor modern onderwijs, maar ook niet goed voor de luchtkwaliteit in die scholen. Om onze kinderen daarvoor te helpen een betere toekomst te krijgen, moeten we daar echt geld in steken. Dat is in een notendop hoe D66 wil bouwen aan een groener en socialer Katwijk. Stem 16 maart D66. Ralf Boland van D66, dank en tot snel in de verkiezingscampagne. Dank je wel, tot ziens. Dank. En wij gaan door naar de volgende. En dat is niemand minder dan Sonny Spek van de partij Durf. Yes. Welkom. Hoi. Wie is Sonny Spek? Ja, mijn naam is Sonny Spek, ik ben 24 jaar. Ik ben opgegroeid in Rijnsoever en in de Hoornes. Ik heb een aantal jaar op Curaçao als kind
daar gewoond voor het werk van mijn vader, maar ben nu weer teruggekeerd. Heb nog een paar jaar in de Hoorners gewoond. Was altijd een hele mooie, leuke ervaring. En tegenwoordig woon ik in Katwijk aan Zee. Ik woon nu nog thuis, maar ik hoop als de woningnood wat minder wordt, dat dat op een gegeven moment wel anders zal zijn. Maar op dit moment ben ik in de afrondende fase van mijn studie. En dat is heel erg leuk. Ja. 4 jaar geleden met de partij Durf de gemeenteraad ingekomen. En ook nog een studie ernaast. Hoe is dat te combineren? Nou ja, ik heb al gezegd dat het raadswerk absoluut op 1 staat. Dus ik heb er al een aantal jaren langer over gedaan. Maar dat mag ook wel, want Katwijk is een uitdagende gemeente. We hebben ontzettend veel onderwerpen waar we aandacht aan hebben besteed als Durf zijnde. En dat moet je echt goed oppakken. Vooral in deze tijd dat je ziet dat het vertrouwen tussen burgers en de overheid, denk ik ook terecht, minder groot is geworden. Er zijn heel veel dingen de laatste jaren fout gegaan. Maar er zijn tegelijkertijd zulke grote uitdagingen. En dan juist als lokaal raadslid wil je namens Durf wel genoeg aandacht natuurlijk besteden aan je werk. Dus dat is uiteindelijk prima te combineren. Maar het kost wel heel veel tijd, zeker. Maar ook naast je lokale inzet kom je ook nog wel eens tegen landelijk natuurlijk. En ben je ook erg druk met een aantal dingen. Wat blijft er over voor hobby's? Voor hobby's? Ja. Nou, ik ben zelf, ik wil zeggen, eigenlijk niet verdienstelijk voetballer. Ik voetbal zelf bij Quick Boys 14. Maar ik heb, daar haal ik heel veel plezier uit. Maar uiteindelijk, een profcarrière heeft er nooit in gezeten. En dat zal er ook nooit in zitten. Nee. Maar het is wel zo dat inderdaad maatschappelijke thema's, dat klinkt misschien wat saai voor mensen, maar dat is altijd wel mijn passie geweest. En daar haal ik ook zelf heel veel plezier uit. Het klinkt misschien als een cliché, maar dat is voor mij geldt dat echt zo. Dus daar ben ik wel heel veel tijd mee kwijt. Ja. Of het nou over lokale politiek gaat, of landelijk, of internationaal. Ik vind het allemaal heel interessant. Dus daar ben ik veel tijd mee kwijt. Maar Quick Boys, ook ontzettend mooi. Sonny Spek, 1 minuut de tijd om Durf te positioneren voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Daar is de camera. De 1 minuut gaat nu in. Ja, bedankt. Nou, als Durf zijnde hebben we het natuurlijk over de woningnood. En iedere partij zal zeggen dat de woningnood een probleem is. Maar vervolgens gaat het erom welke afweging je maakt. Durf wil hoger gaan bouwen, wil een zelfbewoningsplicht invoeren, wil meer studio's toevoegen aan elk woningbouwproject en wil ervoor zorgen dat we hier als gemeente een absolute topprioriteit van gaan maken de komende jaren, want dat is nu te weinig gebeurd. Daarnaast focussen wij ons heel erg op het klimaat- en energiebeleid van de gemeente. Veel partijen hebben hier het plan gesteund, het onverstandige plan, het dure plan, om meer dan 5000 woningen de komende jaren van het aardgas af te gaan halen. En dat vinden wij onverstandig beleid. Daar krijgen wij steeds meer gelijk in, maar die plannen moeten worden gewijzigd. Daarnaast, en ik zei het net al kort, gaan we ons focussen op jongeren, democratisering en betrouwbaar bestuur. We moeten nu echt werk gaan maken van de renovatie van SCUM. We moeten het lokaal referendum gaan invoeren. En als Durf zijnde willen we ons daar de komende jaren voor gaan inzetten. En we hopen dat u ons daarbij wil gaan steunen op 16 maart. Dank u wel. Sonny Spek van de politieke partij Durf, hartelijk dank. En tot ziens. Dat gaat vast goed komen tijdens alle debatten die we gaan organiseren natuurlijk. Ja, mogen ons wel goed voorbereiden, maar dat doen we ook. Hè? Want we hebben dan straks ook alle programma's. En dit is maar een tipje van de sluier, maar er komt nog veel meer. René Slootweg, dank je wel dat je er bent. Fijn. Gemeentebelangen? Gemeentebelangen, ja. En hoe zou jij het liefst de club willen positioneren? Hoe zou ik de club willen positioneren? Ja. Nou, ik denk dat Gemeentebelangen zeker een hele groene partij is. Ietsje links van het midden, lekker sociaal. Dus in die contraien moet je Gemeentebelangen zien. Oké. En jullie hebben, zeg maar, je hebt een wethouder nu, hè? Ja, klopt. Ja, zit in het college. En merk je ook dat dat meer aanzet geeft? Merk je dat er meer contact is? Meer contact is. Het is wel zo dat als je als coalitiepartij meer kan bereiken. Je kan meer je punten bereiken in zo'n 4 jaar, in zo'n periode. Ja. En de oppositie is natuurlijk heel erg lekker om lekker te schoppen en lekker je ding te doen. Maar als coalitiepartij kan je natuurlijk meer met je wethouder dingen voor elkaar krijgen. En als we kijken wat we bereikt hebben, vind ik, is het lijstje heel erg lang. Dat is alleen maar mooi natuurlijk, toch? Ja. En wie is René Slootweg? Wie is René Slootweg? René Slootweg is 51 jaar, woonachtig in Katwijk aan de Rijn, getrouwd, vader van een volwassen zoon. En eigenlijk getogen eigenlijk in Katwijk aan de Rijn. Ik heb altijd in Katwijk aan de Rijn gewoond. Eerst in de Molenwijk en nu woon ik al heel lang aan de Rijnstraat. Ja, een prachtige straat. Ja. De gemeente is sowieso mooi, maar ook een prachtig deel. 1 minuut de tijd om gemeentebelangen te positioneren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar is de camera. 1 minuut gaat nu in. Gemeentebelangen staat natuurlijk, zoals ik net zei, voor groen, duurzaamheid en klimaatadaptatie. En de afgelopen 4 jaar is er veel gebeurd op groen.
We hebben een groen beleidsplan vastgesteld. En dat was ook gelijk te merken in het nieuwe maaien. Ja, door minder te maaien is er biodiversiteit langs de wegen gekomen. Maar er is ook een groen structuurplan vastgesteld. Iets wat nog nooit in de gemeente is vastgesteld. Daarin zeggen we, wat is nou de hoofdgroenstructuur van de gemeente? Een plekje wat er natuurlijk onder valt, is de Kwakelwei. Gemeentebelangen heeft gezorgd met een motie dat daar nooit gebouwd mag worden. Nou, zijn we er dan? Nee, we zijn er nog lang niet. Dit is een goed begin, want Katwijk is nog steeds geen groene gemeente. Wij willen de komende 4 jaar zeker meer geld gaan besteden in groen, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Want we willen na 4 jaar dat iedereen in een mooie groene leefomgeving, schone lucht en droge voeten heeft. Stem daarom Gemeentebelangen. Gemeentebelangen. René Slootweg, dank. Graag gedaan. En tot snel in de campagne. Ja hoor. Dank je wel. En wij gaan door naar de volgende die meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is Kies Katwijk in studio Gijsbert Schrijvers. Gijsbert, welkom. Dank je wel. Wie is Gijsbert Schrijvers? Ik ben Gijsbert Schrijvers. Ik heb altijd een beetje in Rijnsburg gewoond. 2 jaar geleden ben ik verhuisd naar Katwijk aan Zee. En daar woon ik nu samen met mijn vriend en mijn schattige hond. Dus dat is Gijsbert Schrijvers. Midden in de samenleving? Ja, midden in de samenleving natuurlijk. We doen heel veel, zeker met de wijk samen. Dat is ook waar je natuurlijk als politicus met je voeten in de klei zou moeten staan. Dus heel veel praten met mensen. Maar ook zorgen doen dat je meedoet met activiteiten. Dat je mensen leert kennen. En daar krijg je ook het gevoel van wat er speelt in de gemeente. Dus zeker weten met de voeten in de klei. Absoluut. En nu dan eigenlijk naar Hart voor Katwijk als lijsttrekker van Kies Katwijk. Een goede plek voor jezelf? Nou, plek 1. Dus ik denk dat het niet beter kan dan, denk ik, Teuntje. Ja. Nee, het is, we hebben er heel veel gesprek over gehad. En we hebben ook een heel mooi verkiezingsprogramma gemaakt. Dus je bedenkt natuurlijk dat Hart voor Katwijk vrij aan de rechterkant zit. En dat Jaap Haasnoot met Kies Katwijk altijd een beetje aan de linkerkant heeft gezeten. Op het moment dat je dat mooi samenbrengt, krijg je daar echt een mooi verkiezingsprogramma uit. En daar ben ik ook best wel trots op. En daar gaan we in 1 minuut wat meer over horen. Gijsbert Schrijvers, Kies Katwijk. 1 minuut om het programma te positioneren. Daar is de camera. En de 1 minuut gaat nu in. Kies Katwijk vindt dat we de aankomende 4 jaar voor belangrijke taken staan. Zoals duurzaamheid. We hebben natuurlijk Valkenhorst. En de energietransitie. Je wil natuurlijk dat je kind en je zoon of dochter straks in zijn eigen huis of haar huis kan gaan wonen. Dus we moeten zorgen voor betaalbare woningen op de woningmarkt. We moeten zorgen dat uw kind eindelijk gewoon eens een keertje in Katwijk een woning kan krijgen. Daar staan wij voor, net als voor de gemeentelijke belastingen die we op dit moment betalen. Er staan zoveel dingen op het programma, dus we moeten gaan kijken welke keuzes we gaan maken. Die zijn enorm belangrijk en we willen zorgen dat we die belastingen zo laag mogelijk houden. Daar staan wij voor. Net als bij de energietransitie en de duurzaamheid. Zorgen voor een groene gemeente waar balans tussen wonen en groen belangrijk is. We moeten geen betoncity worden, maar we moeten wel genoeg woningen hebben voor onze mensen. Daar staat Kies Katwijk voor. Voor meer informatie kijk gewoon op onze website. Gijsbert Schrijvers van Kies Katwijk, dank. En tot in de verkiezingscampagne. Dankjewel. En veel succes. Succes hebben ze natuurlijk allemaal nodig, want ze moeten natuurlijk wel al die stemmen gaan veroveren de komende weken. Nou, dat is zeker. Weken. En ze hebben heel wat te vertellen en ook heel wat binnen te halen. Zeker. Toch? Mooie doelen. De volgende, Matthijs van Tel van de Partij van de Arbeid. Welkom. Hoi. Wie is Matthijs? Matthijs van Tel, 33 jaar en geboren en getogen in Katwijk. Ik heb heel lang in de Rode Buurt gewoond. Daar ben ik ook opgevoed en heel veel mooie dingen meegemaakt. Later naar Rijnshoeve verhuisd. En ik woon nu alweer een tijdje in het Witte Hek. Samen met mijn vriendin. We hebben onlangs eindelijk een huis kunnen kopen. En daar toch wel moeilijk, hè? Want voor iedereen is het heel moeilijk om een huis te kunnen kopen. Dus we gaan binnenkort verhuizen, hopelijk wel net na de verkiezingen. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Ja, dat lijkt me handig om dat na de verkiezingen te doen. Ja, dat zijn we ook al tegen elkaar. Ja. wat houdt je bezig? Hoe sta je in de samenleving in Katwijk? Ik ben sowieso heel veel aanwezig, gewoon op hele mooie plekken. En ik hou heel erg van hardlopen. Dus ik loop nogal veel langs al onze prachtige plekken, zoals Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. En dan zie je ook heel veel dingen die daar gebeuren. En dat vind ik gewoon hartstikke mooi om te zien. Want we hebben zulke mooie organisaties en verenigingen die zulke mooie dingen doen met elkaar. En ja, daar moeten we ook echt voor gaan en dat moeten we versterken. Nou, dat is helemaal waar.
En we zeggen wel eens hè, dat er een hele hoop dingen zijn wat zou moeten veranderen. Maar we hebben eigenlijk een hele mooie gemeente. En net Absoluut. Wat je zegt, met ja. heel veel prachtige organisaties en verenigingen. Dus wat dat betreft. Ja, en hoe staat dan de PvdA ervoor? Hoe positie PvdA? We hebben de camera, we hebben een minuut. Dus ga je gang. Het moet socialer in Katwijk. Want er worden belangrijke beslissingen genomen. En het doet ertoe welke keuzes we maken. Want ga je net als de PvdA voor betaalbare huizen? Of maakt dat niets uit en laten we het gewoon over aan de markt? En gaan we samen voor meer groen en bomen? Of houden we Katwijk een versteende gemeente? En zorgen we voor goede zorg en armoedebestrijding? Of gaan we daarop bezuinigen, zoals sommige partijen dat wilden doen? En geven we vrijheid aan ondernemers en aan evenementen en laten we winkels toe dat ze op zondag open kunnen? Of houden we Katwijk gesloten? Wij willen een Katwijk waarin iedereen zich thuis voelt. En daarom vraag ik je, stem sociaal, kies PvdA. Matthijs van Tel van de Partij van de Arbeid, dank. Dank je wel. En een succesvolle campagne toegewenst. Top, dank je wel. We komen je vast weer tegen. We gaan het zien. Alleen niet hardlopen, denk ik. wij gaan naar de volgende en dat is een nieuwkomer, maar ook weer niet helemaal. Nee. Bert Vlasman van de politieke partij Jezus Leeft. Ja. Welkom in de studio. Goedenavond. Ik zeg al nieuw, maar ook weer niet helemaal nieuw. Jullie hebben 4 jaar geleden ook geprobeerd mee te doen en 8 jaar geleden ook. Ja, we hebben jullie meegedaan, maar geen zetel bereikt. Gaat dat dit keer wel lukken? Ja, we staan met z'n tweeën op de lijst, dus we gaan voor 2 zetels. Kijk, wie is Bert Vlasman? Dat ben ik. Dat is mijn naam. Ik ben een vader van 3 prachtig mooie kinderen. Ik ben ondertussen al opa van 4 geweldige kleinkinderen. Ik ben ondernemer. Ik woon in Katwijk aan de Rijn. In het prachtige mooie dorp. Echt de kern van het dorp. En ik heb het heerlijk naar mijn zin in Katwijk. Ja. Kijk. En hoe neem je deel aan de samenleving in Katwijk? We gaan ook de straat op. We willen mensen over de Heer Jezus vertellen. Dat vinden we heel leuk. We gaan zingen op straat. En ons huis staat altijd open voor mensen die hulp nodig hebben. Heel veel mensen weten ons ook te vinden. We hebben een heel druk leven. Ik zou zeggen, ik ken de politiek er nog bij. Maar dat geloof ik wel, dat ook kan. En we willen graag dienstbaar zijn. Kijk. Maar dat dienstbaar zijn, dat wil ook zeggen dat je dingen wil bereiken. Denk ik, voor Katwijk. Ook voor de partij natuurlijk. Maar natuurlijk, ook dat je mensen mee wil geven. Dus ik denk dat we je de minuut geven. Je hebt een minuut voor de camera. En Bert Vlasman, ga je gang. Jezus leeft. Oké. Waarom zou Katwijk stemmen op Jezus leeft? Omdat wij zijn de partij waar de wet van de liefde van de Heer Jezus bepalend is. De partij die de waarheid, die voor de waarheid staat en deze ook aan het licht zal brengen. De partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij waar gerechtigheid en recht heerst. De partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft. De partij die geen onrecht accepteert. De partij die de taal van het volk spreekt. De partij waar naastenliefde de basis is. De partij die het leven belangrijker vindt dan nutteloze, niet-bijbelse, door de overheid opgelegde COVID-regeltjes. Kortom, de partij waar u als Katwijk het best op kan stemmen. Dus stel heel in vertrouwen op de Heer Jezus. En verwacht alles van hem. Nodig hem uit in uw leven. En ervaar zelf dat Jezus leeft. Bert Vlasman van Jezus Leeft, dank. Ja. En een succesvolle campagne toe. En we hopen dat we je veel tegenkomen tijdens de debatten. Graag gedaan, in Jezus' naam. Dank je wel. En wij gaan alweer naar de laatste kandidaat toe, Teuntje. Ja. Vertel, wat wie hebben we hier? Om mogen sluiten. Ja, zeker. De laatste blijft wel wat hangen, zeggen ze, toch? Ja. Dan moet ik hier ook nog overheen over alles wat ik gehoord heb. Ja. Ja. Lennart van de VVD Katwijk, lijsttrekker. Vertel, wie is Lennart? Nou, Lennart, ik ben 27 jaar. Ik woon in Katwijk Binnen, opgegroeid in Katwijk aan Zee. In dagelijks leven werk ik voor Hogeschool Leiden. Ben ik adviseur van het college van bestuur. En ik ben vrijwilliger bij voetbalvereniging Quick Boys en bij Alzheimer Nederland. Kijk, en is dat ook gelijk jouw binding met de Katwijkse samenleving of doe nog meer? Dat is inderdaad mijn binding met de Katwijkse samenleving. Ja, daar ben ik heel veel te vinden. Besteed er ook heel veel tijd vanuit huis aan en natuurlijk op locatie. Nou ja, afgelopen 2 jaar was dat het geval van Quick Boys wat minder leuk. Want ja, er lag heel veel voetbal lag stil. Maar dat is wat ik in mijn vrije tijd veel doe. Mag natuurlijk veel meer stil. Hè? Als je kijkt naar verenigingsleven, naar de ondernemers. Ik bedoel, die zijn ontzettend hard geraakt ook. Je bent ook betrokken met de samenleving.
bij de samenleving. Wat triggert jou daarin? Ja, ik vind het ontzettend balen dat het allemaal zo lang en 2 jaar lang heeft stilgelegen. Het verenigingsleven in Katwijk is echt heel sterk. Daar mogen we ook trots op zijn als Katwijkers. Ook in Rijnsburg en Valkenburg is dat heel goed voor elkaar. En ja, ik vind het heel belangrijk om daar ook zelf een bijdrage aan te leveren en midden in de maatschappij te staan. Ja, en dat sta je ook helemaal. Je bent in elk geval nog jong en energiek genoeg om daar... Wat dat gaat, Mark, is toch wel heel leuk om te zien dat er zoveel jonge mensen in en op de lijst staan. Dus dat belooft wat voor Katwijk. Ja. Op de lijsten, ja, zeker. Ja, nee, is zo. Want dat is bijzonder. Mooie dus, mix bij veel partijen. Ja, toch? Ja, ziet er dus goed energie voor onze gemeente. Nou, Lennart, de VVD. Ja. En de minuut is voor jou. Ik ga mijn momentje pakken. Zeker weten. Dankjewel. Ik ben Lennart, lijsttrekker van de VVD. En als enige van alle lijsttrekkers kom ik straks nieuw in de gemeenteraad. En daar heb ik heel veel zin in. Want heel veel zaken gaan best wel goed in Katwijk. Maar er kunnen ook zaken beter. Daar ga ik mij samen met een vernieuwd en kwalitatief sterk team in de komende jaren voor inzetten. Een van de grootste problemen die wij in Katwijk op te lossen hebben is het tekort aan woningen. Er moeten veel meer woningen komen voor jong en voor oud. Op dit moment is Katwijk een van de krapste woningmarkten van Nederland. En daar maak ik mij zorgen om. Wat willen wij doen als VVD? Wij willen dat er meer, sneller en waar het kan ook hoger gebouwd gaat worden. Op die manier zorgen we ervoor dat jij en ik, mijn leeftijdsgenoten, onze kinderen, straks ook nu en in de toekomst een woning kunnen vinden. Voor de VVD is dit het verkiezingsthema bij deze verkiezing. Lennart van de VVD, dank voor je bijdrage en natuurlijk een succesvolle campagne toegewenst. Dankjewel. We gaan je zien. Oké, succes. Dankjewel. Teuntje, wij zijn aan het einde gekomen de lijsttrekkers die zich hebben gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Is het nou weer de gewoonte of de bedoeling dat ik weer naar jou toe stap? Ja, kom gezellig bij, dan sluiten we het samen even af. Dan kunnen we een beetje gezamenlijk afsluiten, toch? Dus wat dat betreft wel helemaal goed gegaan, vind ik. Ja, nou, dat ging helemaal goed, wel inderdaad. Wel partijen die wat te zeggen hebben, dus helemaal mooi. En natuurlijk is dit niet het laatste wat we in petto hebben, want we hebben de komende weken, en dat is dan vanaf 15 februari, elke week een debat. Ja. Over de verschillende thema's, over verschillende thema's die we hebben bedacht. Onder meer energietransitie, wonen, sociaal domein, zorg, cultuur, sport. En het slotdebat gaat dan ook mede over financiën, dus... we doen diverse debatten om eigenlijk... Heel veel te doen. Wist jij overigens dat er een generale repetitie is om te laten zien hoe je kan stemmen? Vertel. Nou, dat zal ik je vertellen. Over enkele weken in de Vredeskerk gaan ze kijken... en we hebben echt zo'n prachtig stembureau, verkiezingsteam... wat gaat kijken, wat ga je nou precies doen? Hoe kun je veilig je stembiljet invullen en weer loslaten... Hoe zit de locatie in elkaar? Wat kun je doen? Nou, dat doen ze met vele locaties. En zo zijn er nog heel veel verschillende onderdelen... waarvan ik denk dat de mensen niet weten wat er aan de hand is. Wij gaan ze laten zien. Exact. En dat doen we inderdaad tijdens de debatten. Het zijn niet alleen de debatten, maar het is een heel verkiezingsprogramma. Zo moet je het zien. Ja. Bedankt voor het kijken. En de pitches van de verschillende lijsttrekkers zijn ook online terug te kijken... bij allesoverkatwijk.nl en rtvkatwijk.nl. En dan hebben we natuurlijk nog en de Katwijkse Post... en de Katwijk Speciaal, de Rijnsburg. En daar komt die mooie teamfoto in van alle lijsttrekkers. En natuurlijk de verhalen erbij die wij gehoord hebben. Teuntje, dankjewel. Mark, dankjewel. En iedereen, tot ziens.